ik denk dat wel. Oh, sorry hoor. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. We zijn bij Helena en Eleonore. We zijn ook in hun speeltuin. Ja, ik hoor. Ze staan klaar. Daarom praat ik niet zo luid. Oh nee. Anyways, de speeltuin die is dus gestopt. Ja, klopt. Het staat hier vol rommel, dingen die moeten opgeruimd worden. Maar vandaag hebben wij een superleuke challenge voor hun. Want wij gaan heel de dag het omgekeerde doen van wat zij zeggen. Ja. Althans, dat gaan we proberen. Ja. Want het is niet altijd makkelijk. Nee. En zodra ze het doorhebben, stopt de challenge. Ja. Het is ook een challenge tussen ons twee. Als ze aan jou iets vragen, moet je proberen om het omgekeerde te doen, maar niet exposed worden. Oké? Okay? Goed, succes hè. Dankjewel, veel succes. Oh. Oké. Okay. Succes. En ik heb wel het gevoel, als we verliezen, zal het samen zijn. Binnen! Oh! Hola! Groot lawaai is daar. Ik heb het déjà vu van de vorige keer. Elke keer als we hier zijn, hebben ze geen idee wat we gaan doen. Nee, maar vandaag wel, want Celine gaat het zeggen. Jullie zijn vandaag de baas voor één dag. Maar voor jullie de vragen stellen, heb ik één vraag voor jullie. Voor hoeveel likes gaan we? Ze nemen het echt serieus. Oké. Okay. 253.000 likes. 253.000? Moet lukken. Dan stel ik eigenlijk voor dat we voor 325.000 likes gaan. Ja, mooi. Dat is een beetje het omgekeerde, maar iets minder, want het is wel veel, hè? Ja. Ja. Anyways, ik hoor daar al iets. Wat zeg je? Komt in orde. Ik weet het niet. Niet vechten, hè. Waarom zijn ze heel tijd aan het fluisteren? Echt, zijn jullie ons aan het pranken vandaag? Ja, jullie zijn ons aan het pranken. Okay. Echt, hè. Michiel, jij moet daar zijn en ik ga dat zo op jou afzitten. Wat? Wat ben jij aan het doen? Kiddieboe. Hier toch? Kiddieboe? Water. Maar kiddieboel is wel niet zo gezond, hè. Misschien, voor de video, er zijn veel mensen die kijken, moeten we water drinken, toch? Bombastisch. Ja, druk maar. Voilà. Eleonor, kom eens. Snel. Kom. Daarnet zei je dus dat je die kiddieboel op mij wil afschieten. Maar Celine laat jullie wel water drinken. Dus misschien moet je het omgekeerde doen daarop Celine. Doe alsof je het op mij doet, maar schiet het op Celine. Oké. Dat is het omgekeerd. Ik vind dat Eleonor het mag doen. Zij is de grootste. We hebben maar één kans. Of... Krijg. Oh! Ja, misschien, wacht. Daar heb ik een ander idee. Er is nog een fles kiddieboel, die staat daar. Jullie mogen het allebei tegelijk doen. Veel drinken. Ah ja, dat is... Oh. Ja, dat willen we niet, hè. Dat willen we niet, Oké, doe jij dat maar. Je mag niet zo... Oh. Is het wel veilig? Ze gaan echt gekke dingen doen, zeg je. Oh. Maar sta allebei daar met jullie rug en dan gaan we... Nee, bij onze rug. Oh, we gaan wel kijken. We gaan op één iemand schieten. Wow! Die was naast jouw kop. Nee, dat willen we gewoon een keer afspelen. Verstoppertje. Maar ik ben aan nee, verstoppertjes. Ja, tikkertje. Ik heb wel een leuk idee. Omgekeerd tikkertje. Met 4-1-iemand. Dat is moeilijk, dan moet je met 5 zijn. Met 3-1-iemand tikken. Snap je? Snap je het of niet? We zijn met 1, 2, 3, 4. Iemand loopt weg. 3 tikken. Ik loop. Ja, wij pakken jou. Pistachio, wacht. 3, 2, 1. Pistachio! Wil jij filmen? Ja. Ah, dan stel ik wel voor dat Serien beter filmt, toch? Ja, ik ga filmen. Ja, ze is boos hoor. Nee, oh, wacht. Nee. Ik wil ook een beetje kiddieboe. Nee, ja. Mag ik drinken of niet? Beker, ja. Wil jij dat ik in een beker doe? Ja. Damn, it feels good to be a gangster. Oh nee, we zijn... Omgekeerd tikkertje. Jullie tellen tot 10, dan komen jullie... 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En wat als jullie mij tikken? Dan moet ik jullie 3 komen tikken. Haaaaaa, dat zullen we wel nog zien. Wacht. Ik ben een beetje ruimte. Geef mij ruimte, hallo. 3, 2, 1. Gaan we. Go. Ga jij naar daar? Oh, Michiel is hier de weg aan het versperren. Oh, kom aan, loop achterin. Oh, Helena. Ah, ik raak niet boven. Ah. Ik ben boven. Wat? Daar is Michiel. Maar hij heeft de deur dicht gedaan. Oh, ja, kom. Ja. Oh nee, hij is daar beneden. Ja. Kijk, lopen, we hebben...
Vicky. Ah ja, nu moeten jullie lopen. Jij ook. Ze zeggen dat ik moet lopen, dus ik ga stappen. 3, 2, 1, ik kom. Nee. Blijf hier, blijf hier. Oh. Maar... Céline is stout vandaag. Céline, Céline! Ik zit momenteel beneden, maar ze hebben nog niet echt iets door. Céline heeft echt heel de tijd omgekeerd. Ik glijd weg. Ja, Tikkie. Het is gedaan. Eén iemand getikt, is iedereen out. Ik heb een challenge voor iedereen. Je gaat op de draaimolen zitten en ik ga super hard draaien en dan moet je er niet afvallen. Dus op de draaimolen gaan staan en niet vallen. Dus waar moet ik staan? Ernaast. Nee, zitten. Wat? Dus uw instructies zijn niet duidelijk. Maar gewoon zo zitten. Zo zitten. Zoiets? Nee, zitten. Oei. Zitten. Maar, ik ben groter dan dat spel. En wat moet ik nu doen? Ga ik je hard draaien, dan mag je er niet. Pas op, dat kan je niet vallen. Wat? Oh, Helena heeft het echt al vaak gedaan, denk ik. Oh, ze gaat echt snel. Oké. Okay. Oh, ik ga echt zo te overgeven. Ik heb een challenge. Kom. Ze zei kom. Nu is het wel ideaal, want we kunnen zeggen dat we een beetje moe zijn van deze challenge. Dat is waar. Misschien moeten we eens vragen of ze iets willen eten. Dan geven ze iets totaal anders. Dat is een goed idee. Hebben jullie honger? Gaan we naar de McDonald's? Oké. En wat willen jullie uit de McDonald's? Een burger. Frietjes en chicken. Geen Happy Meal. Geen Happy Meal. En jij? Ik wil niks hebben, ik heb geen honger. Jij wil niks? Oké. Okay. Jawel. Oh, toch? McFlurry. Daar zijn ze naar de auto aan het stappen. Momenteel staan we buiten. En we gaan gewoon naar de Burger King. Dat is tegenover de McDonald's. En zij willen niet naar Burger King, omdat ze McDonald's lekkerder vinden. Dus ik ben wel benieuwd naar de reactie. We zitten in de auto naar de McDonald's. Lekker, want jij wil frietjes en een burger, hè? Ja. A few moments later. Waar is hij? Waar is wat? De McDonald's. Oh, ze zijn aan het zoeken naar de McDonald's. Oh, de M van Michiel. Gaan we. Wat doe je nou? Gaan we. Burger King. Huh? Oh, Burger King? Ja. Jullie wilden dat toch? Ja. Nee. Wat doe je? Ja, McDonald's is gesloten. Ja. Nee, dat is niet waar. Ja. Alsjeblieft. Oh. Zie je wat je daar blij mee bent? Ik zei het toch. Oh my god, zie hoeveel M&M. Voilà, kijk. Michiel maakt mensen blij. Wat? Heb jij dit? Kleine salade. Heb je salade? Nee. Dat is jouw bestelling. Nee. Dat is jouw bestelling. Kijk maar naar die slang. Ik lust het allemaal niet. Dat is voor jou, Helena. Er zit een hond tegen in, hè? Kijk, kijk eens wat er in jouw zakje zit. Kijk eens waar. Waarom krijg ik die sla? Dat is voor jou. Wat is voor jou? Kleine salade voor een kleine baas. Ah, dat is jouw vorkje voor je slaatje. Bombastic. Wat? Oh, krijg ik nu een eye roll? Side eye. Echt, hè? Bombastic side eye. Hier. Dat is voor jou. Ik wil geen sla. Maar ik ook niet. Ik zei één burger voor mij. Jij zei sla. Nee, dat is voor Mickey. Nee, die slaatje is voor jou. Ik heb niet gezegd dat ik dat wil, hè. Oh, sorry hoor. Wat is dit allemaal? En jij wilde ketchup, toch? Hier. Dat is mayonaise. Je bent echt boos. Dat is dressing sauce. Ah, maar op je slaatje, lekker. Waarom kijk je te boos naar mij? Ik heb toch niks besteld? Maar ik ook. Je bent boos aan Michiel. Ik zal het straks opeten, is goed. Ja, eet. Straks. Nu moet ik eerst rijden. Maar dat is blauw, zie. Maar ik wil ook een hapje. Maar je gaat dat niet lusten. Jij lust niks. Oh, ja echt, hè. Lust of geen sla. Oh. Hier, dit is voor jou. Opeten. Nee. Nee, stikke jongen. Weer. Oh, en kijk, daar is mijn bestelling. Frietjes. Nee. Lekker. Ik lees hier dat je dat moet schudden, dus ik schud dat. Wat is dat? En Helena heeft een friet van mijn bestelling genomen. Graag gedaan trouwens. En we gaan alles opeten in de speeltuin. Oh, is het warm? Moments later. Dat is voor Helena. 1 sla voor Helena, 2 sla voor Helena. Oh, slaatjes. Oh, je had toch geen honger? Voilà, mijn burger. Je van nu zit hier. Nee. Die van jou is deze. Slaatje. Oei. Maar Wat is er?
We hebben net deze saus hierin gedaan en je moet gewoon één keer ruiken. Je mag zelf ruiken. De geur is niet normaal. Celine is helemaal klaar, want Helena en Eleonore hebben gezegd dat ze een toren willen bouwen. Ja. Leg het eens uit, wat willen jullie doen? Een toren bouwen en dan? Ja, een toren bouwen van met 10 van ons en dan zo opstaan. En dan gaan we naar boven en gaan we daar doorkleiden. En elke toren? Nee, ik zou 1 toren bouwen, toch? Ja, 1 mega groot. Nee, dan zou ik elke een toren doen. En ja. Dan die zo samen met elkaar verbinden. Ja. Denk elk apart. Ja, momenteel zijn ze een toren aan het bouwen. En ze willen dus, als de toren klaar is, erdoor glijden. Maar ja, dat mag dus niet gebeuren, want wij moeten ervoor zorgen dat dat net niet gebeurt. Het omgekeerde. Dus ik ga die toren omduwen, maar ik ga wel zeggen dat het een ongeluk was. Ik vind het redelijk erg, maar ja, het moet voor de video. Ja, ik heb het al gezien, jullie hebben er te weinig. Doe maar 1 rijtje minder. Kijk, ik kan dit super satisfying. Amai. Ah! Het is een test voor jullie geduld, hè, dit. Dat was echt zo erg per ongeluk. 5 minutes later. Oh! Nee, sorry! Nee, je gaat rennen. Via de trap. Jullie kunnen dat. Oh! Niet zo lopen! Dat is niet erg. Kan gebeuren. We bouwen opnieuw. Oh! Wow! Die toren was niet zo'n goed idee. We gaan zo'n toren bouwen. Ja, om ter hoogste. Oh. Nee, saboteur. Ga! Bekergevecht! Wat? Oh. Cool. Kijk eens naar hier. Fish eye. Hij komt zo recht in dat dingetje. Hey. Kijk, die toren. Oh. Super! Celine wordt je! Ja. Nee. Nee. Ja? Pas op, ik kom maar dan. Je pakt dat pas met je tenen. Heeft Helena de video geraden? Ja. Alles omgekeerd zeggen. Ja. Daarom gingen jullie niet naar de McDonald's. En daarom sla in plaats van een burger. Echt waar. En daarom stout in de plaats van lief. En water in plaats van kiddieboe. Oh, hoede! Oh, hoedeuitbarsting! Rustig. Michiel was ook deel van de challenge. Nee, ik heb er niks mee te maken. Denk je dat het alleen Celine was of ook ik? Wacht maar, ik kom eraan. Dat is er geen winnaar, helaas. Wij moeten wel één ding zeggen. Wij hebben gezegd tegen de kijkers aan het begin van de video dat de video stopt als jullie doorhebben wat wij aan het doen zijn. Dus de video zit erop. Dus jullie bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. We hebben ons best gedaan. En laat zeker weten in de reacties welke video's we nog kunnen maken. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Dat was echt mooi. En voor de mensen die nu nog kijken, laat weten in de reacties hoeveel bekers er hier daarnet stonden. Als de toren stond. Hoeveel? Oh.